Ja, maar dames en heren, we zijn vandaag aanwezig bij SV Kortrijk. En we gaan interview nemen met Thibaut Stevens, lid van het jeugdcomité, als ook de raad van beheer van de spelers. Ik heb zelf hier in de jeugdreeks 8 jaar gevoetbald en ben dan sinds een jaar of 6 teruggekomen om eigenlijk als trainer in het begin te functioneren en ondertussen doorgegroeid naar meer het bestuurderskant van het vrouwen zijn andere prioriteiten. Kan je de geschiedenis van SV Kortrijk schetsen? Ja, dus we zitten hier op de site van Drie Hofsteden, wat eigenlijk vroeger een pannenfabriek was voor de Tweede Wereldoorlog. Daar is eigenlijk een ploeg ontstaan door die pannenfabriek. En dan hebben ze dus na de Tweede Wereldoorlog hebben ze die eigenlijk omgedoopt tot KSV Kortrijk. Mm-hmm. En wij zijn een ploeg die enkel en alleen al in de provinciale reeksen hebben gespeeld. Oké. Wat zijn de korte en lange termijn doelstellingen van SV Kortrijk? Korte termijn visie is eigenlijk dat wij op zoek gaan naar bekwame mensen die dus kunnen functioneren bij ons. Dat gaat van een technisch coördinator tot technische trainingen die wij verzorgen. Als ook ieder jaar proberen we ook bekwame trainers aan te werven met de nodige diploma-vereisten. Daarin is ook een heel belangrijke doelstelling dat we graag binnen de 5 jaar, vanaf volgend seizoen, interprovinciaal zouden willen aanbieden. Omdat we weten dat het potentieel er is, wat dat de buurt met zich meebrengt met al het multiculturele, er zeker genoeg individuele klasse is om er iets van te maken. En dat we niet de spelers naar andere ploegen hoeven te gaan daardoor. Dus nu hebben jullie gewestelijke ploegen alleen? Ja, dus het is zo dat we enkel en alleen gewestelijke ploegen hebben momenteel. Nu, een goed voorbeeld is de U15 die dag van vandaag aantreedt in het hoogste niveau van hun categorie. Mm-hmm. En die ook kampioen hebben gespeeld, 2 speelden al. Voordat het einde van de competitie was. Mm-hmm. Dus we zien wel dat er ieder jaar een ploeg of 2 ploegen kans maken op het kampioenschap. Daardoor dat we eigenlijk ook mee met dat niveau naar omhoog te trekken een interprofessionele reeks zouden we aanbieden bij de jeugdwerking. En hoe is de doorstroom eigenlijk van jeugd naar AKR? Ja, het grote probleem is momenteel dat we met een kloof zitten. De U19 hebben we niet, dus het is U17 onmiddellijk naar beloften. Maar ik moet wel zeggen dat we ieder jaar trachten die groep groter en groter te maken. Mm-hmm. Waardoor dat we eigenlijk binnen x aantal jaar terug een volwaardige U19 zal hebben. Waardoor dat we die kloof met beloften gaan kunnen verkleinen. En dat dan nog een vlottere doorstroming kan zijn naar beloften en later instantie naar eerste ploeg toe. Okay. Hebben jullie de meisjesploeg of? Nee, er zijn daar eerste gesprekken mee bezig om dit aan te bieden. Nu, we zijn eerst en vooral bezig met onze KSV-project binnen de jongens dit op punt te zetten. Maar het aanbieden van jeugdreeks voor meisjes zal wel op termijn er aankomen. Ik kan niet zeggen onmiddellijk hoeveel of wanneer of hoe, maar ik denk voor het komend seizoen zal misschien nog iets te vroeg zijn, maar dat wordt toch alles serieus bekeken om dit te overwegen. Oké. Als een nieuw speler wil hier aan de slag gaan, moeten ze tijd doen of mogen ze direct vanaf volgend jaar inschrijven? Nu, voor sommige lichtingen zijn er wel beperkte plaatsen, dus dan wachten we met een wachtlijst. Nu, het is zo, dus de eerste personen kunnen ze herinschrijven, dus die al ingeschreven zijn. Als er daar plaats over is, kunnen ze bij ons inschrijven. Natuurlijk zijn ze altijd welkom om te komen testen ook. Dat is zeker iets. En stel we dat ze willen vanaf januari SV Kortrijk komen voetballen, kunnen ze het eerst doen of zijn
momenteel hebben we geen plaats meer. Nee, dus het is te zien welke lichting het is. Bijvoorbeeld, ik weet daar volgend jaar toe dat U15, dus ik praat nog over het, dit seizoen, maar volgend jaar al. Dus we gaan van twee ploegen U15 en één ploeg U17 naar één ploeg U17 en één ploeg U15. Mm-hmm. Daar gaat er een speler overschot zijn. Dus dat is al iets dat we niet kunnen engageren om daar nog mensen bij te zetten. Maar voor de jeugd, van 6 tot... Ja, voor de andere lichtingen is dat geen enkel probleem. Okay. En zijn er spelers uit de jeugdopleiding die ook hoger niveau succes hebben gemaakt? Ja, we hebben iemand die enkele jaren geleden nog bij ons speelde, die ondertussen tot de reserveploeg van Dortmund, mm-hmm. Borussia Dortmund, schop heeft. Dus waardoor dat we ontzettend fier zijn. En in het verder verleden, dan praat ik van mijn generatie, hebben we Bart Sieks, die eigenlijk tot een derde klas heeft geschopt. Dus Club Brugge heeft hem hier in de tijd komen halen en die jongen heeft dan tot derde klasse gespeeld. Oké. Nog een laatste vraag, hè? Misschien belangrijk voor de kijkers. Hoe kunnen ze met jullie contact nemen? Hebben jullie een website? Werken jullie groepjes van Facebook? Of, Dus voor onze communicatie is het eigenlijk simpel. Dus je kunt ofwel terecht op onze website. Ja. Daar staan alle e-mailadressen op en de telefoonnummers die je kunt contacteren. Als ook een Facebookgroep van KSV Kortrijk bestaat ook. Mm-hmm. Dus iedereen mag zich vrij voelen om ons te contacteren op welke manier ook. Het maakt ons niet uit, u zult wel horen. Ofwel kunt u eens langskomen de zaterdag. Dan is er wel altijd iemand van het jeugdbestuur hier en dan kunnen we je nog de uitleg geven. Oké. Wie heeft recent het record van aantal interlands met Rode Duivels gebroken? A. Eden Hazard. B. Wessen Company, C. Ja, Ventoven. Ik denk dat het C is. De laatste antwoord? Ja. Dat is dus 1 op 1. Tweede vraag. Wie heeft de meeste doelpunten gemaakt in de geschiedenis van Rode Duivels? A. Paul van Heemst, Romelu Lukaku, C. Bob Peters. Ja, Romelu Lukaku. Oké, 2 op 2. Nu misschien de moeilijkste vraag. Welke speler was de jongst toen hij voor het eerste meedeed met Rode Duivel? A. Fernand Nizo. B. Joseph Mouch. C. Zakaria Bakari. B. Joseph Mouch. Ja. Is uw laatste antwoord? Ja. Zeker? Ja. Dat is verkeerd. De juiste was A. Fernand Nizo. Ja. Dus 2-1. Tegen wie scoort Lionel Messi het Maradona-achtige slalom doelpunt in La Liga? Dat is een beetje een gokvraag. A. Racing Santander. B. Getafe. C. Atletico Club de Bilbao. Ik denk B. Dat is juist de antwoord. Dus 3 op 1. Dus ik heb al gewonnen. Gewonnen, maar we gaan nog de laatste vraag. Ja. Wie won in 2018-19 de Gouden Schoen? Ruud Wormer. Hans Van Aken. Alejandro Pozuelo. Ik denk B. Hans van Aken, juist. 4 op 1. Dus Wanda, heb je gewonnen, proficiat. Dank u wel. En bedankt voor het interview. Met veel plezier, altijd welkom op de club. Dank u wel. Hallo, welkom bij SV Kortrijk. Ik ben Vahi, trainer U11. Ik ben Camille Valken, 10 jaar en ben centraal verdediger van KSV Kortrijk U11. Ik ben Miha Rodriguez Lopez, ik ben keeper van de U11 van SCV Kortrijk. Ik ben Hamid Lopez Arissi, ik ben van SCV Kortrijk en ik sta rechtshalf voor en keeper. Hallo, ik ben Mark, ik ben Manolenko, ik ben 10 jaar en ik sta op de team.
Hallo, ik ben Abdullah van SCV Kortrijk. Abdullah de Rammelaar, ik ben 10 jaar en sta op de 7. Hallo, ik ben Ilias Amasaou. Mijn positie is links van voor en ik ben 10 jaar. Hallo, ik ben Ziad Abdullah en ik ben 10 jaar en ik ben de nummer 9 van KSV Kortrijk. Hallo, ik ben Habibula en ik zit in positie 10. Ik ben 10 jaar. Ik ben Marwan, ik ben SCV Kortrijk. Ik sta in positie op de 7. Je hebt 2 punten verdiend. Ja! Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's